Wat gaf nu om die boom? Hij heeft een prachtige bloesem. Hij heeft een heerlijke geur. En het is een prachtig gezicht als je van voor kijkt en het staat van bloem. Niemand had het tegen. Het enige is overlast van papier. Als je kijkt naar die papiertjes die er liggen, tenminste bij mij komt het over van, dan maken ze zich helemaal druk over. Het is niks. Dit is eigenlijk een levensverkorting. Als je hier zit, dan vernielt dat gewoon de gezelligheid. Er is geen probleem. Ja, als je ergens een probleem van maakt of wilt maken, ja, dan krijg je dit soort situaties. Marcel heeft vrede jaar gelopen met zulke plekken op zijn lijf. En dan zeggen ze, ja, dan moet je zijn maar beschermen of er gaat naar binnen zitten. Ja, maar dat kent toch niet? Mijn moeder die was een keer alleen thuis. En toen gingen onze ramen nat buiten. En toen zei mijn moeder daar wat van. Ja, en toen ging hij weer uitschelden en schreeuwen en doen en zo. En dat, ja, vind ik een beetje stom. Dat er een teken is van goede wil, dat zie je. Allebei de bomen staan er nog. Heel klein moeite om een boom. Om ze te helpen. Er zijn een paar keer woorden gevallen in de zin van kom maar op. Of als je weg bent, dan hakken we die boom om. Kijk, Marcel is nogal de kam opvliegende kamp. Als hij daar dan eentje staat en zegt, kom over het hekje heen, kom over het hekje heen. Ja, dan moet mijn zusje zorgen dat hij niet over het hekje heen gaat. Nou, dan kan je rustig van mama en weet je zelfs. Ja, dan slaapt hij wel op de bank, denk ik. Auw. Ja, u kijkt mij zo aan. Ja. Klopt het? Ligt u dan op de bank? Ja.